Welkom bij een nieuwe aflevering van Vrij Zijn TV. Vandaag deel 2 over vrij zijn van roddel. God wil niet dat we over mensen praten, maar dat we met mensen praten. Roddel is niet alleen schadelijk voor de ander, maar ook voor onszelf. Ontdek wat luisteren naar roddel met je doet. Punt 2. Naar roddel luisteren is ook zonde. Wij denken vaak, ja, dat weten we wel, roddelen is zonde. Maar ja, goed, we zondigen allemaal, dus nou ja. Maar wat we vaak niet weten, of waar we niet bij nadenken, is dat naar roddel luisteren is ook zonde. Het staat in Spreuken 17, vers 4. Spreuken zegt heel veel over hoe we moeten spreken. En hoe we niet moeten spreken. Daar staat een booswicht, oud Nederlands woord, schenkt aandacht aan een bedrieglijke lip. Valsheid leent het oor aan de verderfelijke tong. Dus als jij luistert naar roddels, naar een bedrieglijke lip en een verderfelijke tong, dan noemt de Bijbel je een booswicht en valsheid. We hebben net gelezen, een vals karakter. Wat zegt het dus over iemand die roddelt? Zo iemand heeft een vals karakter. Zo iemand is verwond. Kan beter hier leven, dat is gezonder. Zo iemand heeft een verwond hart. Weet je hoe een hond vals gemaakt wordt? Door hem slecht te behandelen. Door hem te slaan. Door hem geen eten te geven. Niet genoeg drinken te geven. Dat hij een vals karakter krijgt. Mensen worden niet met een vals karakter geboren. En christenen die roddelen, getuigen eigenlijk, zeggen van zichzelf, ho, ik heb een vals karakter. En ze zeggen, ik ben verwond. Ik ben verwond. En misschien vluchten ze wel, zoals we het vorige blok gezien hebben, om genezen te worden. In mijn aantekening staat, in mijn boek staat, er bestaan geen roddels als er geen mensen zijn die naar ze luisteren. Ja? Er bestaan geen roddels als er geen mensen zijn die naar ze luisteren. Waarom zijn er roddels? Omdat er mensen zijn die er naar luisteren. Luister daarom niet naar roddelen. Naar roddels. Luister er niet naar. Want ook naar luisteren, hebben we gelezen, is een zonde. Op het moment dat ik zeg, oh ja, bega ik een zonde op dat moment. Ga ik in tegen het vaderhart van God. Weet je, mensen die tegen je roddelen, zegt de Bijbel, hebben we net gelezen, die zijn onbetrouwbaar. Want mensen die tegen jou roddelen, over iemand anders, roddelen met die ander ook over jou. Gegarandeerd. Daar durf ik een kussen op te verwedden. Werkelijk waar. €13,50 bij ons op de hoek. Mensen die zeggen, heb je dat gehoord? En die met jou willen roddelen over anderen. Die gaan vervolgens hun eigen weg. En die hebben bij jou ook wat gezien. En we zien altijd wel iets bij elkaar. Als je maar lang genoeg met elkaar bezig bent, in plaats van het evangelie aan de wereld te verkondigen, dan zie je uiteindelijk ergens een wrat of een puist in die nek die jou irriteert en waarover je gaat roddelen. Toch? In 1 Korintiërs 5:11, zegt Paulus dat dit probleem ook in de eerste christengemeente speelt. Ik wil het je voorlezen. 1 Korintiërs 5:11. En dan zegt Paulus dit. Jullie mogen niet omgaan met iemand die zichzelf een broer of zuster noemt, maar in feite een ontuchtpleger is. Seksueel misbruik in welke vorm ook. Iemand die een geldwolf is. Een afgodendienaar. Een lasteraar, iemand die roddelt, een dronkaard of uitbuiter. En wat zegt Paulus dan? Met zo iemand mag je beslist niet eten.
Paulus kan niet duidelijker zijn. Roddel heeft complete gemeenten vernietigd. Het is nogal wat dat hij dat zegt. Hij vergelijkt het met overspelers. Mijn beste vriend heeft overspel gepleegd. Jaren geleden. Toen ik dat hoorde, toen ik het hoorde en ik hem belde. En hij nam op, heb ik gezegd, als ik een plank had, had ik je zo voor je kop geslagen, had ik gezegd. Want een vriend zegt je de waarheid. En dat was alle frustratie en boosheid in mij die eruit kwam. En ja, hij kwam bij mij thuis en hij beleed zijn zonden en hij... We zijn op de knieën gegaan. Ik heb gezegd, je gaat het vanavond uitmaken met die andere vrouw. En hij zei, ja, dat gaan we doen. We hadden samen gebeden en hij zei, ja, we gaan het doen. En hij ging naar die vrouw. Het verhaal eindigde dat hij weer met haar naar bed ging, diezelfde avond nog. Ik heb hem verteld wat er zou gebeuren. Welke invloed dat zou hebben op zijn kinderen, op zijn vrouw. Op de vrouw met wie hij overspel pleegde. Dat hun relatie statistisch gezien geen enkele kans, nauwelijks in ieder geval een kans van slagen heeft, statistisch gezien. Nauwelijks. Ik heb het hem allemaal voorgehouden. En hij koos voor deze vrouw. Ik heb gezegd, ik kan nooit meer een pizza met jou eten. Kan ik niet. Kan ik niet. Dat kan ik niet. En dat doe ik ook niet. Maar hij is nog steeds mijn vriend. Ik geloof 2 jaar geleden stond hij opeens weer voor onze deur. Mijn vrouw doet open. En daar stond hij. Mijn vrouw riep naar boven. Ik heb mijn studeerkamer boven. Mijn computer waar ik mijn boeken schrijf. En zei waar ik me voorbereid. En ik rende naar beneden. En ik nam hem in mijn armen. En ik zeg, wauw, ben ik blij dat ik jou zie. We zijn naar boven gegaan en we hebben gepraat. Ik zeg, hoe is het met je? En hij vroeg, hoe is het met jou? Hij had nog steeds die relatie. En alles wat ik gezegd had... Het was geen profetie, dat is een vaststaand feit. Dat is gebeurd. En hij zegt, het is verschrikkelijk. Deze vrouw houdt me helemaal gevangen en manipuleert me elke dag. En weet je waarom? Omdat zij bang is dat hij haar bedriegt met een ander. Want dat is een geschiedenis. En hij is bang dat zij hem bedriegt met een ander, want dat is haar geschiedenis. En luister, Paulus zegt, roddel... Hoort hetzelfde rijtje thuis. Je kan geen pizza eten, zegt Paulus, met zo iemand. Het is wat. Wat doet luisteren naar roddel met je? Wat doet dat met je? In de Bijbel staat een verhaal... waaruit duidelijk wordt dat over anderen praten waar ze niet bij zijn... en negatief praten bedoelen we dan... brengt schade... aan de ander, maar het brengt vooral ook schade aan jezelf als jij gaat roddelen. En in de Bijbel staat het verhaal in Numeri 12 van Mozes. En Mozes heeft een broer Aaron en een zus Miriam. En Mozes is door God uitgekozen om het volk uit Egypte te leiden. En Miriam wordt een profetes genoemd en Aaron is hoge priester. One happy family. It's all in the family. De leider, de profetes en de hoge priester. En dan op een dag, het wordt beschreven in Numeri 12. Op een dag praat Miriam met Aaron over Mozes. En nu wordt het gevaarlijk. Want als Jan Willem er niet is en ik praat met Jaap over Jan Willem, wordt het gevaarlijk. Want als hij er niet bij is, hoe praat ik dan over hem? Toch? Hoe praat ik over hem? Natuurlijk. Ik kan soms, misschien denk ik wel, dat denk ik niet hoor. Ik denk van, ja, die Jan Willem moet elke keer op de televisie verschijnen als de voedspecialist van Nederland. Kunnen we zien op het NOS-journaal, dat is heel grappig. Zit in ons bestuur. Yeah. Nee. Weet je, kan ik toch denken, ja, moet hij weer zo nodig? Zeg, Jaap. Vind je het eigenlijk ook niet een beetje overdreven dat hij specialist moet zijn? Voedspecialist, daar zou je zo over kunnen praten. Dat is die situatie
vindt plaats in nummer 12. En weet je waar Mozes, waar Aaron en Mirjam over praat? Over Mozes. Want hij heeft een vrouw getrouwd die niet Joods was. En dat was ook verboden. En dan gebeurt er iets. Ze praten met elkaar. En eigenlijk zeggen ze, ja, waarom heeft God Mozes geroepen? Zijn wij dan ook niet door God geroepen? En dan staat er in vers 1, nummer 12 vers 1, er staat dit. Dat Mirjam met Aaron over Mozes spreekt en zegt, heeft de Heere soms uitsluitend door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? Wij zijn er toch ook nog? En dat is dus roddel. Kijk, het is wat anders als je zegt, Mozes, we willen even met je praten. We hebben het gevoel dat wij een beetje het vijfde rad aan de wagen zijn. Een gevoel. We zeggen niet dat het zo is, we hebben het gevoel. Die vrouw die je getrouwd hebt, vertel eens even, hoe zit dat eigenlijk? Daar zetten we toch even een vraagteken bij. Want wat had God gezegd? Nee, maar dat doen ze niet. Mozes is er niet bij. En dan gebeurt er iets. Ze hebben kritiek op Mozes en dan staat er in vers 2, en de Heere hoorde het. Hij hoorde het. En weet je wat het gevolg is? God gebiedt hen, alle drie, Mozes, Aaron en Mirjam, naar de tent der samenkomst te komen. De heilige tent. Tussen al die andere tenten. En dan zegt God tegen Mirjam, vers 8, waarom heb je niet ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken? En nou niet omdat Mozes de knecht van God was, of de man of God. Het is een principe in het koninkrijk van God dat we dat niet doen. En God hoort het. Dus als jij roddelt, hoort God dat. En God zegt, waarom heb je niet ontzien? En weet je wat het gevolg is? God is zo boos over het roddelen, dat hij zelf, hij verschijnt in die tent, staat er, onmiddellijk vertrekt. En die wolk van de heerlijkheid van God en de glorie van God, die boven de tent hing, die verdwijnt. Wij verlangen naar Gods tegenwoordigheid. Wij verlangen naar Gods majesteit in ons midden, zijn aanwezigheid. De glorie, de heerlijkheid van God. Maar onze tong weerhoudt God om in ons midden te werken zoals hij dat wil. Zie je wat hier staat? God vertrekt uit de kerk. En de heerlijkheid en de glorie die God wilde openbaren. Misschien zijn aanwezigheid in de afgelopen jaren verdwijnt. Als mensen zeggen, deze kerk is geen liefde meer, zegt dat niks over de kerk, maar over hem persoonlijk. Als de mensen zeggen, in deze kerk is God niet meer aanwezig, dan zegt dat niet iets over de kerk, dat zegt over hemzelf iets. Als de mensen zeggen, de kracht van God is hier niet meer, dan zegt dat niks over de kracht van God in ons midden. Maar het zegt iets over die ander. Echt waar. De eerste keer dat ik dat hoorde, jaren geleden. Ik was nog maar net voorganger, dus wel zo'n 25 jaar geleden. Ik proef de liefde van God niet meer. Gods liefde is niet in deze gemeente. Wat doe ik fout? Dacht ik, wat is er aan de hand? Maar 5 minuten later kwam er iemand naar me toe en die zei, ondertraan, er is zoveel liefde van God hier. Dat zei iets van over die persoon. Net zoals die ander die zei, Gods liefde is hier niet. Nee, jij ervaart Gods liefde niet. En dat kan heel veel redenen hebben. Maar dat betekent niet dat het er niet is. En dan zeggen ze, ja, in die kerk, daar is Gods liefde niet meer. Luister, hoe praten wij over de kerk? De kerk op de hoek. De kerk waar wij nooit naartoe gaan. Heb je het gehoord van die voorganger? Of heb je het gehoord, zijn mensen weggegaan? Of heb je het gehoord, zo die kerk die groeit zeg. Ja, maar weet je, er zijn allemaal mensen die komen uit andere kerken. Weet je, ja, dat komt. Die kerk is gewoon afhankelijk van die prediker. Maar als die prediker weg is, dan valt alles weer in duig. Dit is roddel. Het is negatief spreken. En jij wil zegen op jouw leven. Jij wil Gods hand zien in jouw kerk. Zet een schildwacht bij je mond. Niet één, maar 4. Jullie hebben goed opgelet.
Als Vrij Zijn organiseren we jaarlijks zo'n 20 conferenties door het hele land. Van harte nodig je uit om zelf eens een conferentie bij te wonen. De toegang, de lunches, koffie en thee zijn helemaal gratis. Dankzij de vriendenkring van Vrij Zijn die ons financieel ondersteunt. Ga naar vrijzijn.tv voor meer informatie. Volgende week zijn we weer met aflevering 5 over woorden hebben kracht. Je ziet het op Vrij Zijn TV. Dag!